Rick. 1-2 nederlaag en ga uitgeschakeld in de beker. Hoe teleurgesteld ben je? Ja, ah, dat is een ander statement, denk ik. De beker is de kortste weg naar een prijs. Hè. En, het was vandaag een mooie tegenstander om onder door te komen. Met alle respect voor Cambuur. Je moet je gewoon winnen. En, als je zo slap speelt, je die wel eens niet wint, het spel traag is. Ja, dan heb je vandaag hier helemaal niks te zoeken. Dat hebben we alleen maar aan onszelf te wijten. Waar ging het mis vandaag? Ja, wat ik net zeg, eerste helft veel te slap. Slap in de duels. Hun zaten er wel kort op en wij lieten ons aftroeven. In balbezit, te traag tempo. Aan de zijkant lagen de ruimtes. En dan moet je sneller van kant wisselen. En als elke keer drie keer raken of we bleven aan dezelfde kant. Ja, dan speel je jezelf helemaal niet in de wedstrijd. We hebben de eerste helft geen kans gehad, denk ik. En hun kregen twee kansen, twee goals. Nou, probeer de tweede helft in ieder geval elkaar moed in te spreken om vroeg te scoren. En alles te geven als team te strijden op het veld. En dat ging iets beter, maar terecht verloren. Ja, je had een erg creatief middenveld vandaag met Donny van der Beek, Abdelak Nouri en Frenkie van der Jong. Maar wat je zegt, weinig kans creëert. Hoe kwam dat? Komt dat door het blok van Cambuur? Ja, te traag tempo. Ik denk verkeerde keuzes maken, lange ballen spelen die aan je aankwamen. We hadden veel te veel balverlies. We kwamen aan de zijkant en niet in 1 tegen 1. Dat we daar veel te traag in speelden. Maar het zou eerst bij de instelling liggen. Als je je duels niet wint, ja, dan begin je nergens. Dan moet je eerst onder controle hebben en dan kan het spel vanzelf komen. En het is een harde les voor deze jonge groep, denk ik. Op het einde, jullie komen terug tot 1-2. En op het einde heb jij nog de 2-2 op je voet. Beschrijf die kans eens. Ja, wij spelen die bal terug of half op Diederik Boer en ik anticipeer goed, denk ik, dat ik geen buitenspel stond en ik kom eigenlijk 1-1 en ik keek nog naar rechts, maar ik zag Kesper niet. Ik hoorde wel dat hij er was, maar besloot ik zelf te schieten in de korte hoek, maar het mocht niet baten. Dat was denk ik de enige grote kans nog. Dat zegt al genoeg dat we vandaag niet er doorheen kwamen. Dankjewel.